Voorzitter, de heer Jetten heeft eigenlijk door alle thema's heen laten merken dat hij het betreurt dat er nog niet een nieuw kabinet zit. Dat we nog met een demissionair kabinet spreken. Maar het kon een beetje overkomen misschien voor kijkers op het toontje alsof je op een vakantieadres zegt van wat jammer dat zulke regenachtig weer is. Maar ja, dat overkomt ons. Maar D66 is wel een hoofdrolspeler in ook de hele kabinetsformatie. Dus mijn vraag is, hoe kijkt u daar nu zelf op terug dat deze thema's die u allemaal nu benoemt eigenlijk dus ja, nog steeds onvoldoende uit de verf zijn gekomen, ook door het toedoen van D66. En wat kan D66 doen om nu die formatie te versnellen? De heer Jetten. Ja, voorzitter, terechte vraag denk ik van de heer Van der Staaij. Ik heb het gisteren na de troonrede ook tegen journalisten gezegd. Ik ben er zelf ook gefrustreerd over dat we op dit punt staan. Ik ben blij dat dat tussen de regels door is doorgekomen. Kijk, we hebben in de zomer met het document op hoofdlijnen laten zien dat je op veel van die inhoudelijke onderwerpen echt wel de brug met elkaar kan slaan. En de heer Van der Staaij zal net als andere partijen die met ons over dat document op hoofdlijnen hebben gesproken nog allerlei ideeën hebben over hoe dat beter kan. Helaas is het niet gelukt om vanuit dat stuk al tot onderhandelingen te komen voor een meerderheidskabinet. En nu zijn we met informateur Remkes aan het kijken of en zo ja hoe je met een minderheidskabinet alsnog aan de slag kan. Maar voor mij heeft vorige week en ook het debat van vandaag wel bewezen dat een minderheidskabinet alleen zinnig is als je een constructieve en vruchtbare samenwerking met de Kamer kan vormgeven. En dat vraagt iets van ons als D66, van VVD en CDA, maar ook van de andere constructieve krachten in deze Kamer. Ik zal in ieder geval persoonlijk mijn best doen om ook in de komende week te kijken hoe we toch tot die doorbraak kunnen komen, zodat we zo snel mogelijk gaan formeren, zo snel mogelijk een nieuw regeerakkoord hebben. En dan hoef ik niet meer zo'n urgentieverhaal te houden, maar kan ik vooral het hebben over of dat het nieuwe regeerakkoord goed genoeg is. De heer Van der Staaij. Voorzitter, het viel mij ook op dat de medische ethiek niet zo'n urgent punt was in het betoog van de heer Jetten. En dat herken ik ook, want dat zei mevrouw Kaag ook nog voor de verkiezingen. Dat is niet top on mind, zei ze toen bij mensen. Hoe kan het dan dat het later in de formatie zo'n belangrijk punt was om wel te zeggen, we willen zelfs met de ChristenUnie niet praten over de onderwerpen waar u nu zoveel over spreekt? De heer Jetten. Nou, ik zou met de ChristenUnie graag willen praten. Ik zie allerlei varianten van coalities vormen waar zowel D66 als de ChristenUnie onderdeel van uitmaken. En dan zullen we met elkaar een manier moeten vinden om ook met dit soort thema's om te gaan, waar we overduidelijk natuurlijk enorm van mening verschillen. Ik heb me nu gefocust op thema's die echt terugkomen in die begroting voor 2022. Maar ik vind zelf, en ik moet zeggen, Alexander Pechtold zei dat laatst, vond ik heel treffend, bij Ik dacht Jinek, tv-programma. We hebben vaak de neiging om te denken dat thema's over medische ethiek en emancipatie nooit urgent genoeg zijn om bovenaan de agenda te zetten. Omdat er altijd een andere brand is die je moet blussen. Maar als je vergeet om te blijven werken aan thema's als emancipatie en medische ethiek, dan kom je op een gegeven moment op enorme achterstand te staan als land. En dan ben je ook niet bezig om ieder individu de vrijheid te geven om zijn leven vorm te geven. En juist ook omdat we op thema's als medische ethiek, bijvoorbeeld een voltooid leven of de toekomst van de embryo- en abortuswet, ook een fatsoenlijk maatschappelijk debat met elkaar willen, vond ik het vanuit D66 in ieder geval belangrijk om die onderwerpen een nadrukkelijke plek in dat hoofdlijnenstuk te geven. Maar wel in de wetenschap dat dat slechts het begin is van heel veel debat in deze Kamer en in de samenleving. De heer Van der Staaij, tot slot. Ja, tot slot. En inderdaad, als ik het goed zie, en ik volg ook andere partijen altijd wel belangstelling, zijn dat ook allemaal onderwerpen van debat binnen een fractie als D66 zelf. Hè? Want als ik in de zomer in het blad zie van het Wetenschappelijk Instituut, zegt Paul Snabel, er is geen voltooid levenwet nodig. En als ik gisteren Terlouw nog hoor zeggen van ja, ik heb er ook grote aarzelingen bij, dan is dat wel een thema wat zelfs dus binnen uw eigen fractie verdeeld ligt. En ik zou dus ook juist de oproep doen, laten we vooral kijken, ook bij kabinetsformatie, naar thema's die wel breed leven, waarvan wel wordt gezegd, daar moeten we een punt maken. Want al te veel uitsluiten kunnen we ons toch denk ik in deze tijden niet veroorloven. En voorzitter, ik ben blij dat de heer Van der Staaij het blad ID aanhaalt van ons wetenschappelijk bureau, de Van Mierlo Stichting. Het laatste nummer van Kort voor de Zomer stond voor een heel groot deel in het teken van zelfbeschikking en de discussie rondom de euthanasiewet en de initiatiefwet voltooid leven. En het klopt, daar ziet u ook enorme verschillen van mening binnen D66. En ja, ik vind dat dus geweldig dat dat bij ons in de partij kan, dat je zo erg, zeker op zo'n belangrijk thema, echt kan schuren ook in het debat
binnen de partij. Zo hoort het ook als het gaat om leven en dood. En ik kan even niet meer de exacte formulering terughalen die we in het document op hoofdlijnen hebben opgeschreven, maar daarin hebben we gesteld, dan doe ik het dus even in mijn eigen woorden, dat onderwerpen die gaan over medische ethiek en die gaan over leven en dood ten eerste een goed maatschappelijk en politiek debat behoeven, maar dat we ook iedereen de vrijheid moeten geven om zelf te oordelen over dat soort wetsvoorstellen. En zo hoop ik dat we de komende jaren ook in dit huis met elkaar kunnen omgaan. Ik heb zelf een initiatiefwet om de abortuswet aan te passen, de bedenktijd voor vrouwen te schrappen. Er ligt een initiatiefwet voltooid leven van D66. Ja, wat mij betreft gaan we die wetsvoorstellen hier zeer zorgvuldig met elkaar bediscussiëren. En zou ik het heel logisch vinden als in alle fracties Kamerleden vrij zijn om daar een individuele afweging over te maken, omdat het zulke zware onderwerpen zijn.